Stap 1. Oefen goed en intensief op oude examens. Let daarbij op dat er in te oude examens stof gevraagd kan worden die niet meer tot de examenstof behoort. Twijfel je, vraag het dan altijd na bij je natuurkundendocent. Wissel de onderwerpen van de opgave af. Maak ze dus door elkaar. Zo leer je effectiever dan wanneer je telkens vijf opgaven maakt over hetzelfde onderwerp. Maak een planning en werk in blokken van maximaal 2 uur. Met elk half uur een korte pauze. Bedenk dat het niet meer de bedoeling is dat je alles van je boeken gaat herhalen. Bedenk dat je al veel weet en dat elk uurtje serieuze oefening nu pure winst is. Stap 2. Wanneer je begint aan het examen, neem dan de tijd om eerst het hele werk vluchtig door te lezen. Waar gaat elke vraag over? Welke opgaven en vragen lijken je moeilijk en welke makkelijk? Bedenk ook dat je niet vastzit aan de volgorde van het examen. Je mag best hierin schuiven, zolang je maar schuift met hele opgaven. Het is handig om elke opgave op een nieuw blad te beginnen. Begin bij een opgave waar je een goed gevoel bij hebt, dan is de kans het grootst dat je in een positieve flow komt. Stap 3. Examenwerkwoord. Let goed op met welk examenwerkwoord de examenvraag begint. Daaraan kun je namelijk al direct zien wat je moet gaan doen bij die vraag. Het vak Natuurkunde kent 11 examenwerkwoorden. Zorg dat je voor het examen nog even doorloopt wat elk van de examenwerkwoorden inhoudt. Ze staan genoemd in de syllabus van het vak Natuurkunde, maar je kunt natuurlijk ook deze twee filmpjes bekijken. Daarbij geef ik per examenwerkwoord ook een voorbeeldvraag en uitwerking. Stap 4. Maak een schets van de situatie. Maak het een gewoonte om bij elke vraag waarbij je een bepaalde situatie moet bekijken, eerst een schets te maken van deze situatie. Deze schets hoeft niet te lijken of op schaal te zijn. Het doel is dat je tijdens het maken ervan een beter beeld krijgt van de situatie. Probeer alle gegevens een plekje te geven in je schets. Je kunt er ook al meteen formules bij zetten die je denkt nodig te gaan hebben. Met een beetje geluk ga je zo de situatie en de vraag die gesteld is herkennen. Stap 5. Maak een plan. Je hebt je georiënteerd op het probleem. Nu ga je een plan maken dat naar de oplossing leidt. Bedenk dat ook op een eindexamen je veel van de situaties en vragen die je krijgt voorgeschoteld al eens eerder hebt geoefend. Vraag jezelf af op welk bekend probleem deze vraag lijkt. Het is ook handig om al gegeven of bekende formules. Om te schrijven zo dat de grootheid die gevraagd wordt aan de ene kant van het is-teken staat en alle andere grootheden aan de andere kant. Mis je nu nog gegevens? Kun je die halen uit grafieken of tabellen? Of mis je misschien nog een formule? Zijn er gegevens die je uit binas kunt halen? Stap 6. Noteer de formule. Moet je iets berekenen bij een vraag? En heb je bij je antwoord al een formule nodig, noteer deze dan ook op je blad. En ga daarna pas de formule invullen en uitrekenen. Je laat daarmee zien welke stappen je hebt doorlopen. Maak je één of meerdere fouten in de uitwerking, dan kan degene die je werk nakijkt toch zien dat je wist hoe je dit probleem moest aanpakken. Dus noteer altijd alle formules die je gebruikt. Stap 7: Geef een toelichting. Licht altijd toe wat je aan het doen bent, ook wanneer je zelf het gevoel hebt dat het overbodig is. Hou jezelf voor dat het niet erg is wanneer je een zin te veel hebt opgeschreven. Een zin te weinig kan wel vervelende gevolgen hebben. Geef je antwoord alsof de tweede corrector niet zo snugger is. Maar let op, dat is hij of zij natuurlijk wel. Stap 8. Schrijf altijd iets op, ook al weet je eigenlijk niet hoe je de vraag moet aanpakken. Formules, gegevens, een schets. Laat nooit een vraag leeg op je centraal examen. Bedenk ook dat het bij natuurkunde heel goed mogelijk is om punten te scoren voor een vraag zonder dat je deze vraag echt helemaal snapt. Gaat het bijvoorbeeld over krachten en zie je een massa, dan is het nooit verkeerd om de zwaartekracht op de massa te berekenen en dit ook op te schrijven. Wees niet bang om dingen op te schrijven die misschien wel fout zijn. Bedenk dat alleen van een leeg blad direct te zeggen is hoeveel punten het waard is. Namelijk 0. Stap 9. Gebruik de drie strepen methode. Leer jezelf aan om gestructureerd te werken bij rekenvragen. Heb je je antwoord genoteerd? Dan ben je nog niet klaar. Gebruik de drie strepen methode om de puntjes op de i te zetten. Check eerst of je met je antwoord de vraag hebt beantwoord. Heb je de juiste grootheid berekend? Wanneer je dat hebt gecheckt, kun je een eerste streep onder je antwoord zetten. Heb je rekening gehouden met het aantal significante cijfers? Ja, tweede streep eronder. Tot slot ben je de eenheid niet vergeten, derde streep en nu pas ben je echt klaar. Deze drie strepen methode heeft twee voordelen. Ten eerste laat je zo min mogelijk punten liggen op het examen. En ten tweede zeg je tegen de persoon die je werk nakijkt: Kijk, hier staat mijn antwoord. Het belangrijkste is misschien wel dat je tijdens het examen positief blijft. Dit is het beroemde verhaal van het glas dat half vol of half leeg is. Bedenk dat iedereen in de zaal het examen begint met nul punten. Alles wat je op papier zet tijdens deze drie uur is daarmee winst. Raak niet gefrustreerd als je het even niet ziet zitten bij een vraag. Durf de vraag even te parkeren en door te gaan met de andere vragen. De kans is groot dat wanneer je later de vraag nog een keer bekijkt, je ineens wel een goede ingeving krijgt. Bedenk ook dat het examen zo gemaakt is dat bijna niemand in Nederland een 10 haalt. Van die 25 tot 30 examenvragen zullen er daarom altijd een paar bij zitten waar je heel veel moeite mee zult hebben. Laat je daardoor niet afleiden. Richt je zoveel mogelijk op de punten die je wel kunt scoren. En minder op de punten die buiten je bereik liggen. Het is daarnaast ook heel verstandig om vooral alle tijd te gebruiken die je hebt. Alle 180 minuten. Probeer jezelf tijdens het maken van het examen ook zoveel mogelijk af te sluiten van gedachten zoals: Ik vind het moeilijk, misschien haal ik het examen wel niet. Die gaan je namelijk niet helpen om er het beste uit te halen. Zorg ervoor dat je op het moment dat je de examenzaal binnenloopt tegen jezelf kunt zeggen. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Ik heb er alles aan gedaan. Want dan kun je feitelijk nooit falen. Bedenk ook dat het examen een vreemde toets is. Het is moeilijk om direct in te schatten wat jouw inspanningen waard zijn. Ook na de eerste gesprekken achteraf met lotgenoten. Zelfs jouw docent weet je cijfer pas op de dag dat de normeringen bekend worden. Dus zeg na je examen natuurkunde, net als Elsa, let it go. En zet je focus op het volgende examen. Heel veel succes bij het examen Natuurkunde.